Hey, yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik een nieuwe vlog voor jullie. Even kijken, en dit is nummer. Wat is het? Nummer 6 of 7, ik weet het niet, volgens mij 7. Maar in ieder geval, vandaag ga ik het met jullie hebben over de series. Jawel, alweer. Maar voorlopig voor het laatst, want wel, ik heb een paar nieuwe games. En die wil ik even graag met jullie delen. Ik heb wat nieuwe games uitgezocht om series mee te doen. Ik heb online wat nieuwe games gevonden waar we eventueel series mee kunnen doen. Dus wat ik vanaf nu ga doen is ik ga gewoon één keer per maand een vlog doen. Het is vandaag de 5e, dus dan komt volgende maand weer een vlog op woensdag. Het is woensdag vandaag dus. Maar eens even kijken. Ik heb hier dus in principe alle games. Dit zijn de games waar ik voorlopig, dat is dus de komende... Dat weet ik veel tijd. Niks meer wil doen. Het is Halo 4. Wat ook vind ik campaign niet echt leuk. En multiplayer heb ik al praktisch uitgespeeld. Ben ik een beetje klaar mee. Call of Duty Black Ops 2 niks meer doen. En voorlopig dus niet. Geweldig. Zo. Dan hebben we Dead Island. Halo 3. Jawel. Koopprijs. Halo en Fables. Skyrim. Hier ga ik wel wat mee doen. Maar voorlopig nog niet. Dan ga ik zo rond augustus iets op Dit is een Gaming kanaal mee doen. Lego Star Wars, Rollercoaster, nog een Kid at Island en Star Wars Knights. En nog een Lego Harry Potter en nog een Lego Batman. En wel in principe, hier liggen wel de Lego games tussen, want wel hier ligt dus Lego Batman 2. Dus qua Lego games, dus als jullie Lego games willen zien, dan moeten jullie daaruit kiezen. Dus in principe heb ik wel gewoon bekeken van oké, wat voor games... want ik heb hier dus wel Lego games tussen liggen, want dit zijn games waar we eventueel series van kunnen doen. Waar jullie nog uit kunnen kiezen of jullie nog leuke ideeën hebben ofzo. Dus ik heb wat Flash Players, First Person Shooters, Flash Players dus, Lego games. Wat is dit in godsnaam? Alles van alles in principe. En campaign. Dus een hele whip in principe. Goed, dan ga ik nou even met jullie hebben over de series die ik nu doe. Wel, ik doe op dit moment dus een Road to Gold serie van Black Ops 2 met de KSG Shotgun. Dan komt er een Crysis 3 playthrough, ik weet nog niet waarvan. Of het nou een campaign playthrough is, of het nou een multiplayer playthrough is. Dus aan jullie, ik vind het allebei helemaal prima. Laat het even achter in de comments. Maar als we een campaign playthrough gaan doen, ga ik af en toe wel eens een keer live commentary online doen. Maar een Road to Commander in principe serie, dat is dus multiplayer, lijkt me hartstikke leuk om te doen. Dus laat even achter multiplayer of campaign. En velen van jullie die hadden misschien wel gemerkt dat ik dus een nieuwe monitor heb. Het is de... E2473HS. Ik had in principe mijn oog gezet op de HDS. Alleen dit is hem helaas niet geworden. Want dit is de opvolger en er was niet meer aan HDS te komen in principe. Dus En als je op de site de HS bestelt, deze dus in principe, krijg je er een game bij. Sniper 2. Nou, die game is ongeveer, €40. De monitor is in principe hetzelfde qua specificaties, qua prijs, dat soort shit allemaal. Maar wij dus hebben gezegd, jongens, ik vind het helemaal prima, maar geef me dan een sniper. Ze zeiden, dat kunnen we niet doen, want je hebt die niet besteld. Dus wij hadden zoiets van, what the fuck is er mis met jullie? Maar vervolgens kregen wij nog een mail, volgens mij een half uur daarna of zo. En daar stond in dat ik kon kiezen... uit Bioshock Infinite met Crysis 3 of Bioshock Infinite met Lara Croft Tomb Raider, de nieuwe dus. En wel, ik natuurlijk voor Crysis 3 gekozen. En dus de nieuwe Bioshock Infinite, dus even focussen, dus wel chill. En het is best wel lijp, ongeveer €100 aan games hebben ze me gratis gegeven, dat is eigenlijk OP chill. Maar wat het hele geval is je hebt dat... stomme programmaatje nodig dat Origin, je ziet niet dat de monitor gefaald, maar Origin dus in principe. En wat is best wel droog, want wel, ik had Crysis geïnstalleerd, account aangemaakt, dat soort shit allemaal gedaan. Ik wil multiplayer gaan doen. Ik denk, maar god, mijn e-mail die klopt niet, wat is dit nou? Dus mijn e-mail klopte niet, super durpface, maar ik snap het eerlijk gezegd ook niet. Maar ik heb dus een nieuw account aangemaakt, nou is mijn idee Donut Movies al wel, ik had eerst Shadow Games, maar... Wel, ik moest terug naar Donut Movies, mijn Xbox Live is ook nog gewoon Donut Movies. Ik vind het gewoon nog steeds leuk om gewoon te doen, dus Net zoals de Xbox Live naam van Jerome Acef Alpha Elephant is. Dus dat snap ik ook niet. Maar in ieder geval, dat is dus ook wel net zoiets als bij Donut Movies. Dus dan hou ik gewoon Donut Movies nog wel bij mij steeds en dat vind ik wel leuk. Dus maar goed, toen heb ik dus heel erg gehuild, want Crysis 3 kon ik niet meer spelen. Nee, maar ik heb dus in principe twee Crysis 3's. Maar ik kan dus één niet op online spelen. Wel campaign, dus ik kan twee campaign Crysis 3 doen. Nee, maar ik heb dus een nieuw gekocht voor de PC bij
Toys R Us. En ja, wil je hem op de Xbox hebben, betaal je nog steeds gewoon de nieuwe prijs. Volgens mij iets van 55 euro. Kijk, ja, 55 euro betaal je nog steeds. Voor als je hem op de Xbox wil, wel, ik wil graag eens een keer een first person shooter op de computer. Want ik heb best wel een gaming computer setup ding. Dus ja, dat lijkt me best wel gaaf. Wel gaaf, dit lijkt me best wel leuk. Dus ik heb dus Crysis 3 gekocht. Ik had ook wat geld over, dus ja. Maar goed, even kijken. Dan speel ik natuurlijk op dit moment gewoon het spel Minecraft. Dan doen wij natuurlijk Multicraft samen met Jeroen van Gratis Game 2 en Jordi van Dit is een Gaming Kanaal. Even kijken, dat waren volgens mij alle Minecraft series. Ik doe nog wel af en toe wat minigames en zo, maar ik heb niet echt een serie of zo. Ik heb wel een miniserie zoals Quakecraft en dat soort shit. Maar dus dat is in principe. Ik ga het nou gewoon over de grote series hebben, dus. We hadden speelt Minecraft en Multicraft. Goed, dan heb ik verder nog de Blue Star Fans 5 playthrough. Daar gaan wij mee verder. Ik plan eraan om misschien wat multiplayer te finishen. Ik probeer wel Jeroen op Skype te krijgen. Want wel, wij vinden het echt enorm leuk om samen met Blue Star Fans 5 te opnemen. Op te nemen. Dus ik ga proberen of we door alle levels van de campaign kunnen heen spelen die niet in, door de multiplayer die niet in het campaign zitten, dus alle andere levels in principe. Zodat ik toch nog jullie alle nieuwe levels laat zien en zo. Dus ja, maar als dat allemaal niet lukt, dan komt er gewoon een einde aan Blue Star Defense 5, jongens. Het is best wel abrupt dan. Maar dat spijt me dan enorm. Maar ik ga proberen om er sowieso nog een finale van te maken. Ik ga dus met Jeroen over hebben. Anders maken we gewoon een uur lange finale waarin we gewoon wat levels gaan verslaan. En dan is het GG voor die serie. En daarna gaan wij dus in principe verder met Pokémon Platinum Nuzlocke. Ik ben wel bezig om nog wat juiste settings daarvoor te vinden. Want het was allemaal niet goed. De kwaliteit was kakken en alles. Dus daarvoor probeer ik nog wat nieuwe dingen te vinden. En die Nuzlocke run die zal absoluut niet OP lang worden. Maar dat is Nuzlocke. Als je Pokémon dood zijn, is het GG. En wel, ik doe als mijn beginners Pokémon dood is, dan mag ik hem ook niet meer gebruiken. Dus in principe, dat is het doel van de Nuzlocke. Maar dan ben ik dus ook dood in principe. Dan stop ik ook met de Nuzlocke. Maar dan doe ik er wel weer een andere regel bij. Ik mag wel revives gebruiken. Dus revives en dat je Pokémon weer tot leven kan wekken in principe. Dat mag origineel niet. Maar ja, dat staat niet in de regels dat als je begint een Pokémon dood is, dat je dan ook stoppen moet. Dus ja, ik verander het een beetje, maar ik vind dit leuker, denk ik. Dus ja, Pokémon Nuzlocke, dan gaan we weer verder zo gauw als we klaar zijn met de Blue Star Fans 5. Of nee, misschien wat eerder, ik weet het niet. Nog een serie in principe in de voor Blue Star Fans 5. Want Pokémon zou absoluut niet een OP serie worden met 10 episodes per week of zo. Nee, dus jullie mogen nog in principe van deze games die jullie zo gaan laten zien een leuke game mode kiezen die ik ga opnoemen. Maar ik heb nog een hele leuke game op het internet gevonden. Genaamd. Niet Flight Simulator. Het is wel een soort van Flight Simulator van Google Earth. Maar het is anders. Ik ben er best wel goed in. Ik vind het ook best grappig. Dus ik ga daar een soort van miniserie van doen. Waarin ik alle vliegtuigjes ga doen. Dus wat gewoon een kleine miniserie van wat ik wil. 10 episodes of zo. Ik weet niet eens hoeveel vliegtuigen ze hebben. Maar dat komt dus. Even kijken. De Durpsoe. Daar gaan we mee verder natuurlijk. Ik ga daar proberen om ongeveer 3 episodes van te posten per week. Maar als jullie tenminste een beetje meewerken, jullie tenminste een goede dieren in de comments zetten. Want er ontbreekt een beetje aan de comments op dit moment. Maar goed, ik ga jullie nou maar even inlichten over de games waar jullie uit kunnen kiezen. Die ik moet spelen binnenkort. Ik ga jullie niet beloven wanneer de serie van start gaat. Want ik ga mijn voorlopig eerst focussen op Crysis 3. En Black Ops 2, Road to Gold en dat soort rotzooi. Goed wel, Modern Warfare 3 en niet zomaar multiplayer. Nee, een Challenge Accepted serie. Ik ga het ook Challenge Accepted noemen. Want volgens mij heeft niemand die naam nog. Als iemand die naam heeft, laat het even achter in de comments. Het is gewoon best simpel. Ik accept challenges van jullie. Dus daarom ben ik er ook op. Zo ben ik er ook op gekomen. Dus challenge accept het gewoon echt YOLO cats. Nou, eigenlijk YOLO polo cats, ja. Dus challenge accept het serie van Modern Warfare 3. Een Angry Birds Space playthrough. Mijn oude subs die herkenden het vast nog wel. Zo OP slecht van staat, maar hij was wel enorm grappig. Orcs Must Die 1. Playthrough als Orcs Must Die 1 is afgelopen. Dan gaan we, als jullie meer willen zien, een Orcs Must Die 2 playthrough doen. Een Lego Batman 2 campaign playthrough natuurlijk. Zijn maar campaigns natuurlijk. Grand Theft Auto, Episodes from Liberty City. Playthrough van of
The Lost and Damned of The Ballad of Gay Tony. Dus ja, dat mocht je helemaal zelf bepalen. Dus ja, laat het even achter in de comments. Zeg dan niet GTA, maar zeg dan ook GTA, Ballad of Gay Tony of Lost and Damned of zo. En dan natuurlijk een Halo Comedy Evolved Anniversary campaign. Want dat is echt gewoon een awesome campaign. Een van mijn favoriete Halo's. Eigenlijk mijn favoriete campaign die ik heb gespeeld volgens mij. Van echt Halo en First Person Shooter Games. Dus ja, maar goed jongens, weet je wat? Ik ga het hier weer laten. Mijn camera gaat dood. Dus zijn er dan wat race leeg nu. Oh ja, by the way jongens, Jordi is tot met vrijdag weg. Dus ja, we gaan denk ik van het weekend nog wel even een streampje doen. Zeggen dat hij weer terug is en zo, dat er weer video's aan gaan komen. Maar ja, Jordi gaat ook nog even een update video maken over de games en alles. Hopelijk gaat hij ook een setup video maken binnenkort. Ik wil het nog graag zijn setup zien. Maar goed, dit is mijn gaming rig, hoe het er nu uitziet. Ik heb daar allerlei zooi onder staan, zo'n computertje. Games. Ik heb eigenlijk best wel veel games, als je er zo over nadenkt. Monitoren en zo, best wel open. Maar ja, dat is even achter. Wat voor game moet ik hiervan spelen? En de first replay vertrok van de campaign. GTA Lost and Damned of Ballad of Gay Tony. Lego Batman 2 campaign. Oxmas Dar 1 campaign. Angry Birds Space campaign natuurlijk. En Modern Warfare 3 challenge accepted. Waarin jullie mij challenges mogen geven van bijvoorbeeld... Ga één game van Team Deathmatch alleen maar knijven of zoiets. Dus ja, maar goed jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Ik ga het hierbij laten. Volgende maand zien jullie weer een vlog waar ik ga praten over de games. Hoe de series gaan, hoe het loopt met Shadow Games. Dus ja, hopelijk. Ja, krijg ik binnenkort de 500 subs, want daar ga ik een t-shirt weggeven. Daar komt binnenkort nog een aparte video over eventueel. Als het echt gewoon enorm hard gaat. Anders zien jullie die zo rond volgende maand. Hangt er vanaf. Maar goed jongens, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Subscribe als je het nog niet hebt gedaan. En volg mij op Twitter, @ShadowGames23. En dan spreek ik jullie de volgende keer weer. Dus ja, later mensen.